Aan het moderne stadsbeeld van New York is een ultramodern bouwwerk toegevoegd dat zelfs in Amerika ieders aandacht trekt. Het interieur van het gebouw is met zijn spiraalsgewijs lopende gaanderijen nog meer revolutionair dan de buitenkant. Wat niet iedereen zou verwachten, het is een museum. Het diende bij zijn opening hoofdzakelijk de moderne kunst die er letterlijk in de ruimte kwam te hangen. Het Guggenheim Museum is een schepping van de architect Frank Lloyd Wright, die onlangs overleden is. Wright noemde zijn ontwerp een tempel. Hoeveel heilige huisjes hij ermee omvergeschopt heeft, wordt nog nagegaan. Vooral door de critici, die ofwel voor, ofwel tegen zijn, zoals gewoonlijk.